het is alweer bijna 10:10. Ik zit aan de cola en aan de koffie. En gezond. Wat voor de... gezond doen. Dat gaat echt lekker, moet ik kijken. Zo enthousiast van koffie in pakken dat ik over mijn eigen broek in gooi. Dus de maandag begint echt goed. Goedemorgen mensen, hartelijk welkom. Ik moet even de camera goed zetten. Mijn maatje Rick zit naast me, die is echt strijdig. Skip ook aan maatje, zoals jullie weten, ik verteld heb. Even een pet doen, maar is echt lekker kort, maar buiten het slaap. Subtiel en onderdag echt goed zo weer. Een paar positieve dingen aan vandaag en aan het weekend. Ik heb misschien in de week zo dat ik heel gezellig was en zo. Oké, dat is komt er, ja zeker. Ja, weet je, gewoon nieuwe kansen. Vrijdag zaterdag gaan we op de vakantie naar Texel. Om het donderdag weer te werken. Kleine update. Vandaag hebben we een gesprek over medicatie. Dat gaat waarschijnlijk per gek stoppen. Schalp, ja Thomas, schalp wel hè. Maar ik denk wel dat ik een pet heb genomen, want mensen zijn mij knap met pet op. Ja? Dus jouw knap met een pet? Ja, ik ben vriendin, maar ook gewoon mensen aan mij, serieus. Maar goed, update zijn dus mijn kamer is gebouwd. Ik heb FIFA gespeeld, alles verloren, maakt helemaal niet uit. En het was gewoon prachtig weer van het weekend, dus dat was hartstikke mooi. Naar de stad geweest en zo. En gisteren mijn aardig getrimd aan het volgen. Mijn broer is nog geweest en vind ik hem super gezellig. En vandaag weer wel nieuwe kansen. En het is vandaag augustus 2021. En nu gaan lekker in de koffie en cola. Joe. Ja, zo, dat begint al lekker. Sorry, Rick. Hé, hey, wat doe je nou, joh? Hé, hey, wie staat, joh? Jongen, joh. Nou, ik zet. Maar één in beeld zetten, een beetje stom. Nou ja, het is stom. We kunnen gewoon praten hoor. Okay. Goedemorgen, welkom bij Stefan's vlog. Ja. Oké, er moeten een paar dingen gebeuren vandaag. Ik heb vandaag niks gedaan. Hij heeft vandaag helemaal niks gedaan. Hij heeft niet geholpen met de stal. Nee. Nee hoor. Ik zet het op beeld hoor. Nee, dat doe ik niet. Maar dat vind ik een heel raar draaien. Nee, natuurlijk niet. Mensen, nieuwe ronde, nieuwe kans. Goedemorgen, ik ben Stefan Knol. Oh jongens, weet je wat we lekker gaan doen deze week? We hebben scheid alle negativiteit. We gaan een lekker een goede week van maken. Nou. En we gaan en we gaan lekker slapen. En we gaan lekker Noordwest in. Maar we gaan ook chillen. Ja, Wageningen. En we gaan chillen nieuws van deze week. We gaan een beatbox remix marathon maken. YouTube, Insta en Facebook. Nee, YouTube, Insta. Dat wil ik dus zeggen. Ik zeg dat deze koekreep heel erg ontbijt lekker is. Hey, geen reclame maken, dat maakt niet. En weet je, vandaag boek. Bij Instagram als je live bent, zelfs niet. Ja. En weet je wat? We hebben het zo nog niet meer gedaan, we gaan even wat doen, let op. Het is inmiddels alweer 10:03. Dat betekent dat het pauze is. Ik heb een paar updates van jullie, dit is een telefoonhoesje. Telefoonhoesje. Dit is een vulpen. Oh, ik echt wel. Wat zei je? Ja, ik kom wel. Kijk jongen, dat is goed. Kijk. Ja, dat is. Wij gaan even een week vlog, een weekend vlog bekijken. We gaan een thumbnail maken. En we gaan even lekker dingen checken. En ik heb best een leuke werkdag gehad. Nee, Nee, weet je wat er komt? Door die kloten met de kaas. Nee joh, daar komen we alleen te praten. Daar komt daar. Adem in, adem uit. Weet je wat mijn geluidsgisteren zei? Adem in, adem uit, inderdaad. Ja. Geef je terug. Je moet gewoon bier drinken, dan word je lekker rustig in. Dat is best. Dat vind ik een jointje. Ja joh. Een jointje, ja. Mooi of rustig man. Ja, heel rustig. Dan word je sloom man. Super sloom. Ja, heb je het geprobeerd? Nee. Ik ook niet. Ik ook niet, iemand zei tegen mij dat het rustig van wordt. Even die manade pakken. En dan gaan we heerlijk uitrusten. Heineken is heel lekker. Er staat hier een magnetron. Waar kan een kaas in? Nee. Hey, kom eens. Hey, staat daar in tijd. Hoor je die nood? Uit die zak. Hoor je dat? Ik ben vriendin, maar ook gewoon mensen aan mij. Serieus. Maar goed, update zijn dus mijn kamer is gebouwd. Ik heb FIFA gespeeld, alles verloren, maakt helemaal niet uit. En het was gewoon prachtig weer van het weekend, dus dat was hartstikke mooi. We zijn naar de stad geweest en zo.
Hij ging ze mijn aandacht zien aan het volgen. Mijn broer is nog geweest en ze vinden hem super gezellig. En vandaag weer wel nieuwe kansen. En het is vandaag augustus 2021. En nu gaan we lekker in de koffie en cola. Joe. Ja, zo, dat begint al lekker. Sorry, Rick. Hé, hey, wat doe je nou, joh? Hé, hey, zo uit, joh. Sorry, joh. Nou, ik zet... Maar één in beeld zetten, een beetje stom. Nou ja, het is stom. We kunnen gewoon praten, hoor. Okay. Goedemorgen, welkom bij Stefan's vlog. Ja. Oké, okay, er moeten een paar dingen gebeuren vandaag. Hij heeft vandaag niks gedaan. Hij heeft vandaag helemaal niks gedaan. Hij heeft niet geholpen met de stal. Nee, hoor. Ik zet het in beeld, hoor. Nee, dat doe ik niet. Maar dat vind ik een heel raar draaien. Nee, natuurlijk niet. Ja, weet je, gewoon nieuwe kansen. Vrijdag gaan we op de Frans en Texel. Om het donderdag te werken. Kleine update. Vandaag hebben ze een gesprek over medicatie. Dat gaat waarschijnlijk perfect stoppen. En dit was. Matjes! Zo. We zijn er weer. Hey! Hey! Niet jongen. Ja? Wat vind je ervan? Het is kort, hè? Zo. Wees er zelf voor zijn. Je zei je lijkt op een baai. Word ik ook thuis? Nee, grappig. Schap je Thomas, schap wel, hè? Maar ik denk wel dat ik een pet heb gedaan, want mensen mij knappen mijn pet op. Ja? Moet jij knappen met een pet? Ja. Ik zeg dat deze koekreep heel erg ontbijt lekker is. Hé, hey, geen reclame maken, dat maakt niet. En weet je, vandaag boek. Bij Instagram, als je live bent, zelfs niet. Mensen, nieuwe ronde, nieuwe kans. Goedendag, ik ben Stefan Knol. Oh jongens, weet je wat we lekker gaan doen deze week? We hebben scheid alle negativiteit. We gaan een lekker een goede week van maken. En we gaan lekker slapen. En we gaan lekker Noordwest in. Maar we gaan ook het chillen. Ja, Wageningen. En we gaan chillen nieuws doen deze week. We gaan een beatbox remix marathon maken. YouTube, Insta en Facebook. Nee, YouTube, Insta. Dat wil ik dus zeggen. Goedemorgen mensen, hartelijk welkom. Ik moet even de camera goed zetten. Mijn maatje Rick zit naast me, die is echt strijdig. Skip ook aan het maken, zoals jullie weten. Ik vertel het. Even een pet doen, maar is echt lekker kort, maar best ik sta. Super chill en onderbaf en goed zaal weer. Een paar positieve dingen aan vandaag en aan het weekend. Ik heb misschien in de week zorgd dat ik heel gezellig was en zo. Oké, dat is confusie, ja zeker. Goedemorgen! Een nieuwe dag, een nieuwe rol, nieuwe kans. Het is deze fucking leuk, maar maakt hem niet uit. Ik heb verder. Zo. Verder heeft van mij een tas ingepakt. Tenminste, allemaal tas klaargemaakt en zo, super tof. Zie je straks weer. Het is nu 5:08. Joe! Heerlijke rust. Prachtig weer, super tof. Ik wil eigenlijk nog vanavond nog in buiten gaan wandelen, maar dat had ik niet zo meer. Joe! Roetekwantje, dan moet ik dus tot 16 augustus om. Ga ik ook het werk even vertellen. De zorg was dik tevreden mij, mijn moeder is ook dik tevreden, het onderzoek gaat gewoon door. En ik hoef alleen maar morgen nog te werken en donderdag te werken. En dan heb ik gewoon weekend en vakantie en gewoon 2 freaking weken vakantie. Daar heb ik heel veel zin in. Het is je boys, Stefanovic, let's go man. We gaan lekker ontbijten en daarna gaan we kort achter het fietsen. Doe het zelf. We gaan een vlogs kijken, video's ophalen, we gaan TikToks maken. Waar heb ik zin in, dus let's go. Goed slapen mensen, ik ben lekker vroeg wakker. Ik ga lekker mijn spullen pakken om te ontbijten. En we gaan even heel gauw wat vlogs terughalen. Want in mijn telefoon is gezeten en er zijn video's verwijderd. Dat vind ik niet zo leuk. Dus ik moet even alles opnieuw downloaden. En anders doe ik dat na het werk. Ik wil een hele fijne dinsdag wensen. Ik moet lekker werken. Ik mag naar zorgbedrijf toe. En een paar updates voor nu. De schat van me, kom eens even hier als je wil. Hij zit. Ik ken niks, sorry. Ik ken niks. Spootje? Spootje. Ja, goed zo. Even naar me luisteren. Na de vakantie krijg je hondensnoepjes. Ja? Goed zo. Ja, is ook goed zo. Ja? Ja. Inderdaad, ik ga wel van. Soms moet je gewoon denken, altijd blijven lachen. Zijn begeleider ook. Tussen zonnestralen. Wat? Gedaan en zo. Ging goed naar mijn collega's. Het is mij en mijn collega's. Ging het goed. Ik heb alleen even niet gevlogd in de pauze. Omdat ik dat vergeten ben. Maar ik moet gaan dus zometeen na het werk even de week vlog en weekend vlog even uploaden. Achter elkaar. Linkjes zo sturen aan de mensen. We gaan je toekanaal bijwerken. Een paar positieve dingen. We gaan lekker winkelen vanmiddag. We gaan de kamer even netjes maken. Even lunchen, lekker tosti klaarmaken. Dus ik ga jullie wel lekker maken met lekkernijen. En we gaan foto's maken van de jong cavia's. En ik zie jullie later weer. Geniet van je dinsdag, geniet van je week. En joep. Mensen, ik heb mijn winterjas even aan, heb lekker gewerkt.
gevoerd en zo, een ei uitgehaald. Nou, daar heb je de koelkast, daar heb je de deur. Nou, we zien elkaar straks weer. Joe! Mensen, een hele goede avond. Ja. Zit er lekker aan een ijsje om te komen. Het ging niet zo goed met mijn hoofd, want ik ging twee keer cappuccino pakken. Aan mijn bijna hoofd, joh. Dan goed, jongens. Jullie zien aan mij, niet goed aan mij. Ik ga even een ander t-shirt aantrekken, want het is veel te warm voor aan de mouwen. Ik ga zo met Grijze praten. Er moet hulp komen, zo snel mogelijk, want dit gaat niet goed. Hij is zo te irriteren ze mij. Ik draai harde muziek, ik draai negatieve muziek. Ik rap een beatbox show, ben heel druk iedere keer. Er is wat aan de hand de laatste tijd. Heb ik ergens behoefte aan? Jazeker, maar ga ik niet zeggen wat. Ik moet dingen privé laten, dat doe ik ook. En dan doe ik een t-shirt aan doen. En dan tos ik aan mij, daar heb ik zin in. Joe. Weet je wat nodig is? Rust. Reinheid, regelmaat. Positiviteit. Je arts moet erachter komen wat er aan de hand is. Want ik ben spuug en spuug zat dat iedere keer gehaald wordt. Iedere keer negatieve reacties op mijn video's. Iedere keer dat gehaald. En wat doe ik fout? Wat doe ik verkeerd? Ik doe de hele tijd mijn freaking best. Ik ben zat. Ik ben zat om de hele tijd achterna gezeten te worden. Ik wil niet opgesloten worden in deze kamer straks. En rust tot rust komen en niet kunnen wandelen. Er moet voor mij gebeden worden. Er moeten mensen mijn pad komen die voor mij gaan bidden. Ik moet bevrijd worden. Er zitten demonen in mijn hoofd. Zat het dan? En weet je? Ik ga dit eruit doen. Ik ga niet het laatste woord iets aandoen. Want dat heeft nodig. En dat kan me niet schelen als het heel warm is. Ik weet niet eens wat ik zeg. Nou, toppie. Is waar ik allemaal. Jojo. Auw! Hele goede middag allemaal. We hebben er zin in. Nieuwe week, nieuwe rond, nieuwe kansen. Het is 1:15. Ik ga een tosti klaarmaken en even een wasje doen. Ik belde net een goede zuster kennis. Ik wilde even met te praten en nu voor mijn bidden. En die wil even door mijn hoofd tot rust komen. Oké, mensen. Laat even bij zitten. Ik moet een paar dingen uitleggen. Let's go. Welkom terug bij deze nieuwe week vlog op mijn kanaal. Mijn naam is Steven Zitten. Ja, oké, wacht, dat gaan we niet doen. Er is iets aan de hand. Wij moeten weten wat er aan de hand is. Begeleiding maken zorgen. Huisgenoten maken zorgen. Ze vinden me allemaal druk. Ik ben niet mezelf deze dag. Jullie merken het ook in mijn vlogs. Heel energiek, heel druk. Ik word elke ochtend super vroeg wakker. En super hyper. Wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand in dit hoofd? En we moeten erachter komen. Ik moet vrijdag naar freaking huisarts toe. Half wel moet ik zijn. Ik hoef alleen morgen uit. Morgen moet ik naar werken en donderdag. Dan heb ik al vakantie. 2 weken. En zaterdag gaan we naar Tesla. Gaan we alles achter ons laten. En we potverdikken mijn vakantie vieren. We moeten dit hoofd tot rust brengen. En ik ben zo klaar met die klote demonen. Alles wat er negatief in mijn hoofd op zit. Ik kom hier zo moorden. Maakt me niet uit. En weet je? Ik doe zo mijn best met alles. Mijn kamer is super netjes. Ik heb een super leuke avond gisteren gehad. Er wordt gewoon tijd dat mensen zien hoe hard ik mijn best doe. En dat positiviteit in mijn hoofd komt. Want ik ben zat. Ik ben al die negativiteit zat. Ja, we gaan beginnen weer. Maar we gaan rustig blijven. We gaan rustig en kalm blijven. Het is super warm. Ik zit op een t-shirt. Gewoon ik heb zin heb ik geen korte kleding. Ik ga de hele week korte broek aan doen met die collega. En ik heb gewoon een super goede wedstrijd gehad. Het is gewoon kloot dat het gewoon de hele tijd niet zo is als ik wil. Ik heb een ruzie met collega's gehad. Ik ga een tosti klaarmaken, ik ga rustig doen, ik ga voor me laten bidden. Hij moet bevrijding komen. Of in de vaccinatie is het niet goed, of in medicijnen is het niet goed. En het is goed. Ik heb hier een bloedmeter. Jongens, het is 2021, zomervakantie komt eraan. Ik heb een hele maand gewerkt. Mijn vlogs zijn super streng, altijd positief. En we zijn afgelopen met al negativiteit. Lil Peep, Just World, al die negatieve raps. Is afgelopen. In naam van Jezus gaan wij christelijke muziek draaien. Gaan wij positieve vlogs maken. Ik ben er klaar mee. Al die negativiteit. Hij heeft het gezeik aan mijn hoofd. We gaan aan mijn relatie werken. We gaan leuke dingen doen. We gaan alleen positieve vlogs kijken. Ik ga Enzo Knol, Gio, alles kijken. Ik beloof veel te veel. Het moet een keer afgelopen zijn. Mensen, een hele goede avond. Zit er lekker aan een ijsje om te komen. Het ging niet zo goed met mijn hoofd, want ik ging 2 keer cappuccino pakken. Aan mijn bijna hoofd, joh. Dan maar goed, jongens. Mensen, ik heb heel goed nieuws. Ik heb geen aanvallen gehad vannacht. Ik heb goed slapen. Ik heb heel leuk aan mijn vriendin gehad. En met de groep. En we hebben net steun door mijn huisgenoot en de begeleiding. Ik ga lekker naar het werk toe. Ik zie jullie straks op het werk. Ik ga een superleuke week afmaken. En nog één. Alleen vandaag nog en morgen nog. En dan hebben we lekker vakantie. En dan vrijdag zien we dus ook op de kaartjes toe. Om 10 uur. Af of moeten zijn. Dus we gaan een leuke dag vanavond maken, lekker werken. Ik zie straks, ja, het is je boys van of iets. Oké. Een broodje kaas. En een koek en cola. Oep. Een hele goede morgen, lieve mensen. Een verjaardag, jongen. Een verjaardag, leuk man. Ik was om 4 uur. 4 uur? Ja. Ik ging rond 1 uur slapen. Ja. En ik was hier rond 4-5 uur wakker. Van het kan. Ja, dat is handig als je een telefoon bij je hebt. Ik heb altijd dingen checken. Ik heb wel slapen, toch? Voor het eerst.
Ja, soms is het goede tijd samen. In ieder geval beginnen we toch, toch? Hallo mensen, het is vandaag de... Hoeveel is het? Ik ben helemaal weg. 10 augustus. Ja, nee, 10. 11. Nee. Gisteren is mijn broer neer. Oh, sorry. Ja, nee, sorry. Gisteren was mijn vader. Ja, klopt. Nee, zaterdag is mijn moeder jarig. Ja. Het werkt niet zoals ik het echt wil, maar dan kom je. Ja, het is 11 augustus. Klopt. Ik ga een broodje halen. 11 augustus. Ja. Kijk, ik heb ook. Stefan zei de 14e. Man. Stefan zei de 14e. Ik kan het zien. Ik wij hebben verstreken de 15. Deze auto wel. Samen verstreken. En die staat thuis. Die staat hier. Goed, wel een pauze als jullie zijn. Weet je waarom die 13 ongeluk zijn? Goedemiddag, lieve mensen. Anders drink ik je op die melk. Het is ook kwart over 12. Hele mooie tijd. Hebben een lekker pauze. Niet zo leuk, joh. Zit aan noodles. Super lekker. Zit aan cake. We gaan een hele pauze halen. Ik heb lekker gewerkt en mijn collega's gepraat. Uitgemest ook, zie je straks de laatste in de vlog. En ja, ik ga je één beloven. Ik ga morgen echt knallen hier op de Bonte Koe. Echt een super leuke dag van maken. En de vlog is gewoon veel leuker, beloof ik jullie. En we gaan gewoon onze best doen. Die vliegen zijn echt fijn. Ik heb hier een mooie hoed van Maas gekregen. Van de zoveel. Hartstikke mooie hoed. Een neef van mij, nou, die gaan we mooi bewaren. Die gaan we mee naar Tesla. Maar we gaan vooral ook rust pakken. En ook aan andere collega's denken. Ik zie je straks. Geniet van je woensdag. En vanavond een super leuke avond te maken. Begrijpen praten, lekker eten, lekker ouwe hoeren. En we gaan om de ander denken. En we gaan heerlijk uitrusten. Joe. Weer net voordat ik moest beginnen met het vloggen. Goedemiddag, lieve mensen. Daar is het poepie met een collega. Goedemorgen, zit hier in een steekvlieg. En je moet een poepie aan je steek. Ik zelf niks. Lekker noedels die op zijn, appelsal en lekker autistisch drinken allemaal. Hallo lieve schat van me, kom eens even hier. Jij moet volgens mij draaien om je oren, je hebt mijn brood opgevreten, hè? Nee, ik heb ook. Dat meen ik niet, kom maar. Songie, kom eens hier. Songie, kom eens bij me. Kom, even goed maken. Ik hou van jou, joh. Oh. Daar zit aan een geitje, Songie. Nee, daar zit geen geitje. Aan de andere kant, maar ik ga niet op beeld zetten, mag niet zomaar. Goedemiddag begin ik weer. Dat begint al goed. Je begint altijd met een hele goede middag weer. Je kan ook anders beginnen, ja? Is goed. 11. Ja. Ja, ik zag dat ik weet niet de lijn staat. Weet je dat dit een lekker soepje is? Ja, misschien. Nou, morgen noedels. Ik heb niet gevonden, zeg je. Oh. Ken. Helaas. Helaas, pinnaboter. Ja, 11. Wij gaan even naar de Rasemoe. Maar ik heb. Ja, oké. Okay. We gaan gewoon, ja? Let's go. Net Zuid allemaal, super tof. Mooie dieren, mooi stalletje, ook super tof. Heel gaaf allemaal, netjes. Hoe schattig, lieve beestjes allemaal, super tof. Echt schatje. Wil kijken dan, lief. Oh. Ja, lieve ezeltjes, ik ga aan het relaxen. Super tof. Dus ik ben op mijn werk, we hebben nu even pauze. Bijna 3:30. Ik ga lekker naar de pauze toe. Ik heb lekker gewerkt, zo was het super trots van mij, ik heb hem goed herpakt. Zal ik zeggen, goed toch lekker relaxen, uitrusten en douchen en een trein nemen. En dan hoeven we maar één dag te werken naar de vakantie. Dus dat is allemaal heel positief allemaal. Ik ben super tevreden met mezelf, maar dat is hopelijk ook en de rest ook. Joep! Goedemiddag allemaal, hartelijk welkom terug bij deze video. Ben ik weer. Het is 10:05 bijna. Ik moet nodig douchen. Zometeen en is weer een doel invullen zo met de contactpersoon. Helemaal prima. Vriendin is even een poosje weg, zie ik vanavond. Dus dat is prima. En deze weekvlog is best bijzonder. Het wordt ook bijzonder. Het weekend vond het ook hartstikke leuk. En positief. En ik ga lekker verdoezen van het kan. En even dat ik alles laat verlichten. Ze hebben nog even het kamer, dus dat is ook belangrijk. Goedemiddag. Ik vind het goed om even te douchen, aangezien ik sinds ik nog niet douchen heb. Dus ik wil lekker douchen. We gaan nu even klaarmaken om te douchen. We gaan een nemen en dan een super leuke avond te maken. Zet het over hoop, laat die werken en de baan weer te krijgen. Ik hoop geen aanval te krijgen, ik hoop het gewoon op jou, het wordt zin in de hand. Geen verbeterde troep. Komt allemaal goed. Zie je later. Eeuw, we zien. 4:05 is 11 augustus vandaag. En morgen laatst nog even te werken. Weet jongens, goedenavond. Goedemiddag. Lekker eten, ik heb er zin in.
leuke avond. Na een paar hele zonnedagen. Lekker veten. Lekker man. Oh. We zijn toch lekker van dat dat is zoiets. Focus on the game. Yeah. Laat gedachten zijn, ze zijn zeker niet fijn. Jij bent de baas erover en dat is klein, want je weet dat jij mag zijn. Positiviteit, dat is fijn, we kunnen blij zijn, dat is fijn. Je weet zeker dat het hete weer is en praten dat zeker meer is. Yeah, ik zou ook voor mijn gasten, ik werk met kasten. Ik maak vaak mijn muur schoon, ik ben zeker niet gewoon. Beetje raar, beetje zwaar, laten de mensen me lekker haten. Het is iets dat ze bijna vergaten. Ik kan praten, ik weet dat ze me haten. Oké. Ik zou mensen met rust moeten laten zeggen wat ze anders dan te willen. Het is leuk te chillen, te willen. Willen. Laat mensen wel lekker zeggen wat ze ondertussen hoofd over te bedenken. Ik zal ondertussen de mensen onder de grond liggen, zeker lopen uit denken. Want je weet dat je keuzes kan maken, zelf kan leren, zelf kan leren, zelf kan meren, zelf kan smeren. Ik moet wel goed gaan werken, ik moet stoppen met de kerken. Nee, we gaan eens zeker lui zijn. Lui zijn met beeld, fijn zijn, geen zo gelijk zijn, fijn zijn. Je weet zelf echt te strijden. Let's go. Ja, mensen, let's go. Woe! Oké. Ben je klaar voor? Yes. Je staat in veel straatjes, je maakt veel praatjes, je maakt veel blaadjes. Je zit zelf met mijn broer, en misschien ben je echt een boer. Je praat zeker op het weiland, je gelooft zeker in de eiland. Als je kijkt naar Martin Meiland, je praat over ja, wat goed van Meiland. Ja, ik kom je zeker zeker, praat zeker zeker. Beter weten, beter praten, beter eten. Want ik kan zelf dat ik mensen niet over praten, en misschien zijn mensen me haten. Ik blijf mijn Xbox en ik speel FIFA, en zeker geen diva, je weet zelf, ja. Ik draag veel petjes, ben vaak netjes, ik kleed me best wel goed aan. Ik kan er zeker na deze vakantie zeker weer tegenaan. Ik kan darten als de beste, misschien ook veel pesten, maar ik weet ook in mijn eigen hoofd dat het klopt. Misschien klopt en schopt, praten als een AVG'er schopt. Ik moet vertellen, praten wat je mee zit, praten wat je tegen zit. Deze zit in gedachten, ze zijn baas in gedachten. Je hebt superkracht, supermachten. Ik ben geen superheld, misschien word ik gebeld. Mijn meisje, wat dan ook, ik weet niet wat er op mijn hoofd is. Gedachten me vaak vergis. Yeah, het is zomer, het weer is mooi, praten weer buiten. De zon schijnt op mijn kuiten. Ik weet zeker dat ik een spier ben, en dat ik alles af te zetten op de rem. Maar ik weet zeker dat ik sterk ben, ik ben echt een strijder en begeleider. En misschien ook een verleider, maar je weet zeker, want ik ben echt een leider. Yo. Mensen. Deze voor mensen die in moeilijke tijd zitten en daarin zitten. Oh my god, Johnny. Let's go. Yes. Soms moet je van nadenken waar je hoofd mee zit. Dat je vaak praat of met de ander bidt. En weet zeker waar die ander mee zit. Wees voor je meisje, geef haar geduld en liefde. Je praat zeker veel, het is zeker geen gemiefde. Gamer kan ik zeker, het is zeker wel een geliefde. Ik praat zeker en woord is liefde, weet zelf. Yes. Ah. Ik sta alleen te staan in de straat en ik weet echt niet ondertussen waar ik ondertussen over praat. Is er wel iemand die echt op gevraagd hoe het echt met me gaat? Zijn er medicijnen, kom ik te water verder op straat? Om te roken met gasten, om te praten met kwasten en masten. Moet ik bespreken als Marco van Basten. Maar nee, ik heb geen woord af, laat zeker dat ik ondertussen van kan leren. Want ondertussen kan ik alleen maar zeiken en lopen smeren. Ik ruim de keuken op, ik maak een beetje schoon. Ik voel me een beetje raar, ik voel me een beetje ongewoon. Ik zit aan druk te denken om flink te gaan de bloem met gasten. Nu moet je positief denken, alles naar de kasten. Je zou de kasten gaan verhuizen, spullen opruimen en even rust pakken. Je moet even alle woorden laten zakken, met de meneer gaan praten. Die meneer in het pak wil jou vertellen wat mij in je hoofd zit. We moeten luisteren wat hij met jou gaat bid. Yeah, want kijk, ik ben degene die al in de gedachten met de afgelopen dagen zit. Ik weet zeker dat er mensen wel voor me bid. Ik weet zeker dat ik zelf keuzes kan maken dat het zit. Ik weet zeker dat Als ik wel wat dit. Want ik kan praten, mijn baas en mijn eigen gedachten. Laat die mensen maar lekker scheiden, ik heb zeker krachten. Want ik geloof in het goede, ik geloof in positieve dingen. Want ik kan elke dag positiviteit van zingen. Yes. Ja, mensen, we zijn er weer. We hebben er zin in, het is prachtig weer vandaag. Ik ben overdreven. Ik wil overdreven gokken. Maar ik moet even weg van de groep, even een stukje lopen, even andere route nemen. Gewoon dat kan. Mijn hoofd zit erg vol, erg druk en net lekker heb. Maar kom op Insta. Ik wil je van harte welkom eten. Terug in deze nieuwe vlog. Ik heb er zin in. Ja, weet je, pak het op. Het is, ik heb een super tof werkdag gehad. Ik wil zeggen, eens is gelukkig thuis. Daar ga ik zo meteen mee praten. En, ze mag gewoon met andere mensen praten, mag ik sowieso. Maar, ik heb een toffe dag gehad. Ik was op tijd te werk. Ik heb net met de contactpersoon gepraat. Die was hartstikke positief. We gaan aan doelen werken. We gaan een nieuwe tijd tegemoet. En de zomervakantie komt eraan. Dat is hartstikke gaaf allemaal. En we moeten één dag werken. Super chill. Ik moet 7 uur opstaan. En ik heb gewoon heel veel zin in. Ik ga vrijdag hopen om vanuit de winkel te chillen. Moet ik even kijken. Ik ga sowieso vanavond met haar chillen. Hoop ik. Ik hoop dat ze wil chillen. En nu ga ik lekker een stukje lopen. Gewoon het kan. Want het leven is godverdikke me fucking mooi mensen. Het leven lang momenteel toe. Een
dankbaar dat ik dat mag vertellen. Ik mag niet schelden of vloeken, dat weet ik. Maar mensen, het is nooit zo gezegend geweest. Ik vertelde op iemand de pond. Vertelde ik dat... Oh, even wachten. Ik moet even concentreren. Kun je langs? Ja? Goed zo. Nice. Hey. Nice. Ah, echt leuk om mensen het tegenwoordig doen. Echt leuk. Ja, dat wil ik dus zeggen. Ik moet heel even een snippe antwoorden van mijn vriendin. En zie ik jullie zo meteen weer. Het is nu trouwens bijna 8 uur. Mooie tijd. Joe. We gaan toch even een klein stukje lopen, want we gaan even ouwehoeren en even gezellig doen, gewoon dat kan. Ik heb zelf nu buiten gewandeld. Oké, okay, een paar dingetjes die ik even hier even leggen. Want ik heb net een vriendin bericht op de straat. Ze heeft tatoeage laten zetten, ik heb alle respect voor. Maar mijn hoofd staat niet aan het chillen of iets anders. Dus dat is heel prima. Hallo. Mensen kunnen wel daar om. Ik ga niet de beeld gooien. Dus, goed aan. Mensen, kijk dan maar. Kijk maar, het is super. Het valt me op dat ik lang niet meer met vriendin gewandeld heb en foto's heb gemaakt. Kijk, je kunt altijd positief zijn, altijd super vrolijk en gezellig zijn. Maar soms moeten gewoon dingen duidelijk zijn. Oké, okay, weet je? Ik ben al een jaar en een week samen met haar. Ik ben hartstikke trots op, ik ben super trots op haar. Strijders! Hey, waar? Strijders! Hey! Nice! Oh, geweldig. Echt tof. Super tof. Nou, is dat? Fuck it. We gaan even Noordwest doen. Of zal ik niet Noordwest gaan? Maar ik ga een keer Noordwest. Ik ga een andere route nemen. Maar weet je wat het is? Kijk. Als je vriend of vriendin even geen tijd voor je hebt en even rust wil, dan moet je het accepteren, weet je? En weet je, ook al heb ik geen zin, we gaan gewoon Noordwest doen. Maakt me helemaal niet uit hoe ik me voel. Of hoe kloot ik me voel. Ik heb gewoon een super tof werkdag gehad. En dan genoeg negativiteit. Hallo mensen. Hey. Ja, hey, ken je die niet volgens mij? Nee, ik dacht ik even. Mijn pet staat anders. Zo, dat is weg. Hè? Huh? Wat? Zo, het is druk overal joh. Is het weekend of zo? Voor mij wel. Ik weet het eigenlijk niet. Dat ziet er best mooi uit. Mensen zien kijken joh. Mensen zitten echt te kijken alsof je heel raar aan het doen bent, maar je bent hem niet raar aan het doen. Sportief meneer? Nee? Oké. Okay. Zo, we gaan even een stukje vloggen. Gewoon dat kan. Hallo. Fijne avond hè. Dankjewel. Praten. Mensen kunnen een paar dingen zeggen in deze vlog. Dat ik alle respect heb voor iedereen die gewoon werkt en zo. Dus ook die mensen die hier fietsen. Hallo, goeiedag. Dat is ons volgens mij. Ik heb toch helemaal geen zin meer om naar huis te gaan. Weet je? Het gave nieuws is zomer. Wat echt goed nieuws is. Is dat morgen mijn laatste werkdag is. Van deze week. Dat betekent dat we vrijdag een vakantie hebben. 2 weken. Dat betekent ook dat ik een test wil gaan zaterdag. Maar ook dat ik die week daarna een paar dagen groepen kan uitslapen, kan bijkomen. En dan pas de 23e maand, 23 augustus pas hoef te beginnen. En dan de 26 augustus, toen zit een bandje op, elke dag moet er op het uur mijn dag is. Dus het gaat gewoon super tof. Dat wil ik even zeggen. En, de mensen verklaren me gek dat ik zo hard over te praten. Maar ik wil gewoon vertellen hoe fucking freaking tof ik in mijn eigen ben. Dat wil ik even zeggen. Ja, ja. Zo, we gaan lekker even naar Noordwest toe. Gewoon naar het kalleden. Ik ga even je beters eens bestellen, hallo mevrouw. En zin in denk ik. Ja, eigenlijk niet, maar we hebben zin maken. Ik ga even een klein rondje park. Even mijn hoofd leeg maken. En een beetje doorlopen. Ja, want we gaan gewoon een superleuke avond maken. En als soms een meisje geen tijd voor je hebt, moet je daar gesprek te hebben. Dat is sowieso belangrijk. Ja, ik mag wel even. Stop eens. Oh, is goed, sorry. En nu zijn we bij Stoplicht, waar we elke week bij staan. En ja, een paar positieve dingen in deze vlog. Ik heb dus met de contactpersoon gepraat. We gaan werken aan veel nieuwe doelen. Ik ga bij YouTube kanaal beter bijwerken. En minder mezelf lullen. Ja, meer met Lin, leuke dingen doen, zoals winkelen en zo.
We hebben het niet over gehad. Hij werkt in werk en privé thuis in mijn scheidlaad. En er stond maar klote stoplicht. Moet godverdikke me nou eens even kut doen. Daar is de scheid ziek van, hè? Mogen gaan. Super tof. Yes. Ga je mee in bubbelbad. Lekker in bubbelbad. Met z'n tweeën bubbelbad. Zo, zeg, dat kijken mensen lekker vriendelijk, joh. Jongens. Het is woensdagavond, kom op. Hey, bijna weekend, bijna vakantie. Hey. Kijk, gewoon iets positiefs uit erin, mensen. Niet zo zeggen, nee, kijken allemaal. Wat ben je negatief van? Hallo meneer. Hoi. Hoi. Kijk hoe vriendelijk iedereen is. Mensen kennen me onderhand wel. Ik ben de Wageningse vlogger. Nou ja, er zijn heel veel Wageningse vloggers. Eigenlijk zijn er mijn maatjes die ik ooit gesproken heb. Met zeggen hallo, maar we eigenlijk moeten zien hoe goed het met me gaat eigenlijk. Dat is sowieso wel een fight. Wat een druk overal, joh. Ik denk dat gewoon... Of de zomervakantie is begonnen, of mensen hebben gewoon weekend of wat dan ook, weet ik eigenlijk niet. Ik wil maar wat, jongens. Zou goed zijn. We gaan niet meedoen met die jongen, denk ik niet. Dat is niet zo handig, ik heb wel mijn voetskills laten zien. Maar we hebben hele dure schoenen aan, dus dat doen we niet. En gaaf zijn. Allemaal eentjes! Allemaal hele mooie bruine eentjes! Dus je moet er gewoon een positief van maken tegenwoordig. Oké, ga je het serieus doen? Ik ga het echt doen. Weet je, als jij bekend op YouTube, dan moet je het af en toe doen. Oh, even kijken hoe ik ze kan. Dat lijkt al of... Zo'n drukke wagen hier, goeiedag. Oké, kom op, stem. Hey, voor mij ken ik die gasten. Zal ik eens even kijken of ze mij kennen? Zullen we gaan kloten, want dat kan. Alles goed? Hey! Eén dag werken, hebben vakantie. Oh, lekker man. Bijt een beetje. Sluit ze nu, maar niet uit. Nou jongens, laten we ik veel gechilled hebben. En zo kapoeira, allemaal dansjes. Het is een druk in het park, man. Goeiedag. Wat? Hey, hoe heet je dat, hey? Hey, hoe heet je dat? Beetje zacht toen, zijn je aan het vissen. Rijdt een beetje graag, jong. Hehe. Kijk, ik denk toch maar eens te breakdansen. Wat een gek dat je doet, joh. Gewoon opa breakdansen. Zo, lekker aan bier, jongens. Huh? Lekker man, biertje, hè? Goed gelijk, joh. Ja, ik kan pas morgen, ik kan vrij pas drinken, hè? Weekendbol. Hé, hè? Zo. Hoe is het leven, mannen? Leven goed? Ik ken niet anders vervelend meer, joh. Ja, zeker. Weekendbol, ik kan eigenlijk een zoom volgen, zo. Voilà, maar, weet je? Fuck dat, man. We gaan lekker naar de snoertijd. Tata's toe. Chagrijn, joh. Maar goed, laat het lekker positief houden, weet je. We gaan lekker een tato's doen. Als mensen aan het vissen zijn, moet je ze ook niet gaan storen. Heb ik dat goed, zeg maar. Heb ik dat goed. Kijk, ik merk echt dat mensen... laat maar. Ik zie je zo bij tato's. Ik ga lekker even naar de groep toe. Ik heb geen zin om te volgen eigenlijk, maar het komt allemaal goed. Die gedachten beginnen weer te komen en die aanval begint te komen. Maar we blijven rustig. Ga lekker naar de groep toe, die straks. We zijn nu bij de tatoost. Gaan we drinken. Als je moe uit, ik heb een gebrek dan is het of iets telt. Voor zomer op TikTok, super chill. En we gaan lekker naar de groep toe. Lekker uitrusten. Lekker verder rustig aan te maken. Dat is ook een keer goed voor mensen. Altijd maar die batterij aan. Dus het is ook een 5 of 9 tegen dat. En we gaan lekker even onze dingen doen. Dus kerst spreek later. Jojo. Mensen, een goede avond. Yes. Ah, kijk. Als je denkt dat je gebroken bent, of geroken bent, dan is het zeker niet zo. Want je krijgt een cadeau. De tekst van die show, en je weet van, yo, ik kan dat zeker beter dan andere mensen denken een cadeau. Ik ruim niet even de negatieve gedachten. Ik zet mijn kracht en ik zet het zeker op wachters. Ik weet zeker dat ik een superheld ben voor andere mensen. Ik weet zeker positief, ik heb zeker wensen. En laat de bierpuddels maar lekker vallen bij Noordwest. Ik praat zeker weer om mijn avond, het is zeker niet verpest. Ik doe gewoon mijn best en ik kan zeker het wel weten. Want ik heb niet ooit anders even strijden heten. Want je weet zeker
betekent dat je geen keuze kan maken zonder om te lossen. En dus dan moet je het dan nog even gaan lossen. En moet dingen gaan lossen. En weet je zeker dat je moet verlossen. Ah. Mensen, lezen woorden. Geloof in jezelf, hou van jezelf zoals je bent. En laat vandaag niet overmeesteren. Want jij bent hier niet overmeesteren. Maar elke dag kun je leren, je kunt geloven in jezelf, in je eigen. Je kunt supporten, je zou minder moeten zwijgen. Je moet mensen de kans laten geven en vergeven. Je moet zeker mensen leren leven en geven. En fuck al die mensen die lopen te haten. Lopen te praten over jou, lopen te vergaten. En behoud van de mensen die voor jou die je wil meer geven. Weet dat zeker mee willen leven. Hou van je relatie, hou van mensen, hou van familie. Iedereen is positief en dat is zeker mijn mini. Er zijn klote dagen geweest, ik voel me weer als een beest. Dat is helemaal gemaakt, positief en tijd gekraakt. Ik weet dat ze hem zeker geraakt, maar ik moet zijn in rap. Ik kan positief zijn en weet zeker dat ze een app. Maar weet zeker dat je naar je eigen moet gaan luisteren. In plaats van alle mensen over te gaan fluisteren. En maak geen verkeerde vlogs, dan weet zeker dat je vlogs eet en praat. En misschien vergeten hoe positief deze dag was. Want je bent positief en trek zeker jas as. Want je zit er ook as. Maar nu moet je van luisteren dat je beat gaat luisteren dat je rap. En positief zijn en dat je diegene wel appt. En zelden voor diegene bent als je ondertussen om je geeft. En weet zeker dat diegene jou vergeeft. Maar je weet zeker dat je zelf keuzes kan maken. Dit is eigenlijk zal smaken. Laat je hersenen maar flink raken, weet het raken. Ik heb de bier neergelegd bij het café, ik schiet de man's gezicht. Ik zou lezen aan dit boek en dit gedicht. Ik bid voor jou en ik weet dat je voor je bent. En weet zeker dat God jou kent. Oh. En weet, kijk, ik weet dat mijn meisje me geeft. Ik weet zeker dat ze houdt en die zeker vergeeft. Yes. Komt een nieuwe tijd, komen nieuwe dagen aan. Positiviteit, laten we zeker tegen haar gaan staan. De kans komt bij elkaar, we gaan nu niet meer afkruisen. We kunnen zeker naar bank lopen of luisteren. En we zeker, we hebben veel jaren meegemaakt en veel gebeurd. Ondertussen hebben we ogen gedaan en veel getreurd. Maar we zijn positief, we gaan nu opnieuw rond nieuwe kansen. Maar dan kan ik denken van TikTok speelt anders. Yeah, nieuws gaat super lekker voor positieve gedachten. Ik heb zeker super wachten, kom op krachten. En misschien moet ik mijn meisje wachten voordat ze even komt chillen. Ondertussen gaat vind ik mijn telefoon lopen trillen. Maar dan moet je in de ene niet geloven en God moet je zeker weten. Want ondertussen kunnen andere mensen beter weten. Maar video's gaan lekker en alle YouTube video's gaan goed. Ik kom eraan en ik heb zeker last van mijn voet. Mijn blessure is bijna over, ik sta misschien op een cover. Misschien op beatbox, mijn nieuwe Insta live. Ik ben positief en al zeker van mijn wijf. Als je maar denkt, luister naar je lijf. Luister naar je hart. Luister naar je hart, voel je niet apart, voel je een beetje raar. Het leven is zwaar, we leven in een raar wereld. Maar je moet praten en geloven in je eigenheid te luisteren. Dus zeker voor degene bent die over je houdt en zeker jou kent. Yes. Of jezelf. Ik heb trouwens helemaal geen zin meer om hier te chillen. Ja, la 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 la. Mensen, zo lekker een beetje. Tot dan weer, kort op feest. Hele goede avond. Soms moet je gewoon even alles laten rusten en gewoon muziek die je nodig hebt. Mensen, het is woensdagavond. It's been a long time. Muziek iets afzetten en veel mensen slapen. Dus kans voor jou, dat weet ik. Ik ben zo trots op deze groep, iedereen die me steunt. En ik wil niet erg positief doen nu, want ik heb best wel moeilijke tijd. Dat we allemaal denken. En ik ga heel even, ik kan heel kort draaien, zie ik. En precies nog een paar seconden. En laat gewoon even genieten van het liedje. En laat gewoon even alles laten zinken. Damn, yes. Who knew? All the planes we flew, the things we've been through. Then I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. See you in a better place. Weet je, mensen, het is moeilijk. Met alle mensen. Ik ga nou niet met z'n altijd naar onze tijd. Oké, mensen. Twee procent. Oh shit. If I told you this was only gonna be. Zo lekker hè. Twee procent op de telefoon. Ik ben benieuwd hoe lang het. Laat het me schrijven. If I told you we could bathe in all the lights, would you rise up a little longer, my friends? It's all worth it in the end. When you got nobody to turn to, just hold on, minutes. And I'll find you, just hold on and I'll
I'll find you. I'm hanging on by a thread, and all I'm clinging to is prayers. And every breath is like a battle. I feel like I ain't come prepared. Kijk, 1%. Mensen, zie je later. Doei, 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 doei. Zo. Prachtig weer. En lekker droog. Mooi toppie. Mensen, wat we moeten terug met deze nieuwe week. Ik volg mijn kanaal. Mijn naam is 17 jaar en... Nu heb ik je wat te vertellen namelijk, let op. Werk, thuis, relatie, groep, scheidhouden, willen baben lezen. Weet thuis positief feedback. Inkling vind ik leuk, vlog en open nodig. Voetbal, fitness, fietsen, ikzelf, bezorgen. Wordt ook zo'n super tof. Prachtig weer buiten, nou het wordt een hele mooie dag vandaag. Dat is alles wat ik ook kan zeggen. Kijk zo net als mijn kamer is, ook super chill. Ik heb heerlijk geslapen, positieve... Ik had een vriendin, ook super tof. En heerlijk gewandeld gisteren, leuke vlogs gemaakt. Leuk vlogs, echt super leuk, kom morgen online. En morgen is wel vrijdag, morgen ook heel erg vrij. Meteen half op reis zou zijn, eigenlijk heel erg fijn. Dus vandaag de laatste dag weer werken, mensen begeleiden, stallenmessen, messen scheppen, rustig fietsen, leuk dag van maken. Ik ga ontbijten, ik zie straks weer. Joep, de zaterdag is bijna af, hè. En zo gaat het wel over 6, nou ik. Joep. Mijn vakantie, dat is mijn vakantie. Zo, lekker banaan, lekker cola toe. Moet je opletten, er zit een pels in de reep. Ja, het is vandaag donderdag 12 augustus 2021. Ik was op tijd op werk. Leuke avond, gaat de rustig rekenen. Ga je mee? Veilig. Doe maar, jong. Wat? Voor mij? Voor jou? Oh, dat is zo ethisch. Oh mensen, gaan ze lekker werken. En ik zie straks in. Tot nu. 5:30. Dat ik uitmessen, net als heb en collega's helpen. Een leuke, gezellige werkdag maken. Bijna vakantie. Het is je boys, te van of iets. Ik ga vanmiddag een intro maken. En ik ga hele vet video's maken. Wordt allemaal goed. Wordt heel leuk allemaal. Ook al zit een moeilijke tijd. Ook al gaat alles heel snel. Gewoon positieve tijd te maken. Abonnee, hè maatje? Ik kijk of je even op. Ja? Ik ga stoppen met vloggen Thomas. Dat is aan het werken, ja? Hallo, die zoeknaam. Tafel cappuccino, of half een cappuccino. En tafel eten, ja? Een goede dag maken, hè? Maatje? 27. Het is je boy, het is ervan of iets. Boom! Een hele goede middag, we zitten lekker aan de beef flavor. Een dag, Boek. Lekker. En wat dan? Review. Oh, grappig. Lieve mensen, er staat aan een stoel, een hele mooie stoel. Het hele mooie vierkant erop, waarom ik het doe. Die doen Lara. Oké, dat ga ik eruit knippen, maakt niet uit. Daar staat een mooie tafel, ik mag hem niet filmen. Hier staat een blikje cola. Echt goed verhaal weer. Je man is vet. Ik heb het dokken. Anders vet. En ik moet dokken, nee. Anders vet. Weet je wat heel grappig was? De hele week dat ik hier werk, tenminste de 3 dagen, heb ik hier bijna niks gelegd. En de laatste dag dat ik hier werk, leggen ze 5 eieren. Dus wat doe ik? Ik ga de kip aaien met dat tangetje. Ze zei, dankjewel lieve schat. Ja, zo slecht. Tangetje. We hebben hier een appel. Appel. We hebben hier een kiwi. Een kiwi. Oh, echt in te kakken man. En een gek. Een stok is aan. Ja, laat zien. Ja. Moet je opletten, let op hè. Kan het niet langer? Kan het niet langer? Nee, dit is langs hè. Is het langs? Ja. Hey. Ja, wie? Ja, echt hè? Ja, oh. Oeps. Dit is een week voor even. Ik ben Ja, hoeveel te zijn? Kom maar. Toch te tokken die kip hè? Gaat goed? Ik kom weer bijna op. Sla. Als alarm of gaat, Thomas, dan. Als alarm of gaat, dan moet ik even die stap doen, ja? Kom maar, moorden. Een paar updates voor vandaag. Dat ga ik jullie nu vertellen. De weekvlog en weekendvlog komen iets later. Nee, de weekendvlog komen iets later. Er moeten een paar dingen gebeuren vandaag. Dat is... Helemaal niks. Er moet gevoerd worden, dat sowieso. We gaan lekker Artje voor de Sterren zingen. En die mevrouw heeft volgens mij een beetje aandacht nodig. Ik ga het niet filmen. Dat doe ik niet, want ze de geit op schoot.
Ze heeft me echt aan het schrikken gemaakt. Weet je wat ze gedaan heeft? Ze heeft een filmpje laten zien van de slang en ik ben als de slang. Je mag kijken wat ze zegt. Wie ik heb, zij. Jij. Ik. Nee, maar ik vind het echt nice staan, man. Ik wil nog alleen een beetje zo'n knotje eigenlijk. Nee. Nee, doe me niet, hè, knotje. Lijkt net zo'n. Ik heb iets op TikTok ervan gelezen, ja. Maar kijk, heel veel mensen mijn vlogs, dus ik ga dingen niet in de vlog vertellen, gewoon privé. Ja, alles vet gaan we niet in de vlog. Oh, echt waar, ik moet straks editen morgen. Oh, jongens. Morgen. Jongens. Oh. Wat? We hadden rust morgen zonder. Oh, shit. Ik had het niet door, maar ik ben de hele week niet. Dus uiteindelijk, dat is geen gevlog, geen gescheld, geen gevloek, niks over. Mm-mm. En geen TikToks, geen breakdance, geen beatbox, geen rappen. Nou, er staat nog één ding op. En dan betekent, weet je wat we daarop zeggen? 1, 2, 3. Poepie! Let it go. Yes, mensen, ik zie je straks weer. Het is nu onderhand alweer 1:15. Ja, alles is 1:15. En dat is al heel lang je collega, sinds dat je tatels had. Ik ga je beeld zetten hoor, eigenlijk. Kijk eens. Dit is een maat van de zaterdag, dat jullie het weten. En dan komt mijn. Hallo, wat zie jij er ongelooflijk uit? Oud. Hallo, nee, dit is een camera, daar kun je niet naar kijken. Dus geen rare dingen zeggen. Goed, lieve mensen, ik wil wat nieuws stellen in deze weekvlog. Don de Jong heeft een zuivelfeest. Stefan Knol. Don de Jong heeft een zuivelfeest gehad, dat is echt grappig trouwens. En de jongens, die maatjes van hem, daar ga ik het wel bij zeggen, gingen tatoeages zetten op de raas. Oh, jongens. Die vloggen waar je bij bent. Ik moet echt goed editen straks, anders krijg ik pak zaak nodig. Oh, bijna. Oh, ik kan ook in, man, ik denk even slapen. Oh ja, ga liggen. Nee. Ik maak je oh, nu moet ik even op mijn microfoon houden. Ja. Maar goed, mensen, het is nu weer 1:15 geweest. Ja, dat is goed, joh. En ik zie jullie straks weer. En nog één ding. Nog 3 uurtjes. En dan heeft deze meneer. En heeft zij. We hebben allemaal vakantie. Nou, niet allemaal. Ja. Nee, ik denk. Positief zeggen, ik denk dat ze morgen allemaal echt wel anders zijn dan ik ben. Maar. Ik moet serieus echt half wel bij de overkant zieter zijn. Dus als ik vanavond tegen begeleider zeg, wil je me helpen, zorg dat ik op tijd vertrek, moet ik echt op tijd vertrekken. Want half wel moeten we er zijn. Dus dat betekent, meneer Vermanen, dat we 7 uur opstaan. Ik kan me niet schelen hoe moe je ben. En ik kan ook al een feitje in het aan. Ik kan het helaas niet filmen, helaas niet. Denk maar lekker door, jongen. Goed zo. Het is zo lief om te zien hoe sommige collega's hier voor dieren zijn. Ik loop veel te veel. Zij de zorgboeg ook. Maar ik heb een hoed van Damkom. Dat is echt heel grappig. Een hoed van Damkom? Ja, ligt op mijn kamer. Ja, dat is gek. Moet ik nog meer vertellen? Oh ja, maandag gevoetbald en zo. Slapen. Ik had nog laten slapen. Ik was om 3 uur nog online op Insta. Moet ik niet doen, hè? Ja, 3 uur moet slapen. Nee, online. Ik spreek later, mensen, want het spuit bij mij 10 minuten nog. Mensen, tot straks. Yo! Oh, echt waar. Ik merk echt dat ik... Dat wel. Zo, ga ik een keer in je mond nemen. Zullen we een keer een challenge doen na de vakantie? Ga ik even kijken, zo. Kijk een volle tafel. Een jappel, een jiwi. Een jaren. Oké, misschien maar afsluiten met vloggen, want dit wordt niks. Mensen, joe. Ja, wil jij nog wat zeggen? Nee? Jawel, Thomas zegt. Zeg maar niks. Nee, zie je? Ik ook niet. Fijne donderdag en we kunnen het. Het is je boy, Stefanovic. Boom. Hele goede middag. Het is je boom. Het is je boy, Stefanovic. We hebben vakantie. Ta-da-ta. Ta-da-ta. Oké, even anders. Goedemiddag mensen. Ik vroeg even mijn telefoon gewoon dat het kan. Het is nog 10:05. Ik moet gauw medicijn nemen. Gauw naar beneden. En kom denken waar. Lekker knallend avond in. Ik focus maar vanavond. Heel veel zin in. Het is je boy. Let's go. Vakantie. 2 weken van de Bondkoel. En zaterdag aan vakantie in Texel is maar lekker vrij. En nu lekker feesten. Joe! Goedemiddag allemaal lieve mensen. Zo, we zien er moe uit.
Zo moet je de vlog niet beginnen. Mensen, mijn stem is heel schor. Ja, laat het gewoon lekker positief houden. We gaan eten. Ja. Als je denken van... nee, ik ga het anders zeggen. Deze week vlog was heel leuk. Hij is er niet klaar, maar morgen is het vrijdag. En ja, weet je. Dat is. Ja. Nee, je paniek moet gebeuren. Ik moet stofzuigen na het eten, want er liggen allemaal gras en zo. Ik moet de broodtrommel schoonmaken. Is dat positief? Oh. Eigenlijk eten. Wat ging ook okay? Iets met rijst of zo? Oké, ik moet geen dingen vragen. We hebben gisteren afspraak gemaakt. Maar mensen, ik ga even roomtour laten zien. Ik zie je straks weer. Nou ja, komt allemaal goed. Het is je boy, Stefanovic. Boom. Hele goeie. Wat een rotvlieger. Ah, fuck ah. Het is bijna avond. Het is al avond trouwens. Is smakelijk. Jojo. Hele goeie avond. Ik stiekem heb opgehoord dat kan. Dat is een paar keer moeten vertellen. Deel 1. Ik heb vakantie. Het is je boy. Stefanovic. Laat het gauw beginnen. Ik zei, ik ga schamen zitten, doe ik ook. Ik ga een stukje lopen, ik het in dan niet vertellen. Ondanks het best wel lastig vind dat ik... Nee, laat ik het anders zeggen. Ik heb van dingen gepraat. In mijn blog volgens best wel dingen vertellen. Maar niet meer over onze dingen, dus dat doe ik ook niet. Dus hierbij kan ik respecteren. Maar als je dus er zelf in wil komen, dan zegt ze dat wel. Goed. Mensen, ik loop hier nog tot de oost. Ja, een stukje lopen, gewoon net kan. Dan past het weer licht over mijn kant. Lekker vakantie jongens. Tot 13 uur is heel zin in. Super tof. Ik hoop dat je een gewoon pakje vindt. Dat zou tof zijn. Je weet zelf. Jojo. Mensen. Het is je boy, Stefanovic. Boom. Dus 3:10. Heel klein rondje lopen, gewoon net kan. Staan met al geleden. Vorige keer was ik een beetje van. Ja mensen, natuurlijk zoveel gebeurd afgelopen tijd. Over dat oost, want het gaat ook heel goed. Het is kwijt, ik heb een aanval gehad vanavond. Gelijk kwam dat ik baas door mijn gedachten. En zo was ik tevreden. Vandaag heb ik lekker gewerkt, goed mensen begeleid. Zo. En ik moet een hele leuke dag van maken. Ik moet een hele leuke dag maken, ik heb heel veel zin in. Ik zal het niet vertellen wat ik ga doen, dus even privé. Ik heb veel te veel verteld in mijn vlogs. En als mijn vriendin... Ik ben vast gekomen of ik heb praten verteld dat we mogen nog geen dingen over hem hebben. Dus dat vind ik een beetje lastig. Geniet van je avond, geniet van je vakantieweek. Nou ja, ik heb in ieder geval nu 2 weken vakantie, tot 23 augustus. Maar ook al na een maand werken en dan een paar dagen thuis niet zijn. Dat is wel positief. Ik heb mensen meedoen. Ik heb mensen op vakantie, maar ik heb mijn rust. Ik zie het. Mensen. Zo dat ik geen tijd heb om te vloggen of dat ik geen tijd heb om mijn toekanaal bij te werken. Ik heb de naam al veranderd. Ik ga morgen een nieuwe intro maken. Toekanaal klinkt heel erg heet, maar ik ben er een beetje voor. Kijk wat morgen een gelukkige dag wordt. Ik word een toffe dag wordt eigenlijk. Ja, weet je. Dat is nog een zin om even verder te lopen. Ik heb hier lopen, gewoon dat kan. Even een stukje lopen. Gewoon goed jongens. Natuurlijk is het zo'n vakantie. En hebben echt zo'n vakantie sowieso chill. En oké, top. Video. Zo. En ik ga een stukje lopen, gewoon dat kan. En terug naar de volgende keer zien we het wel. Anders zou je in mijn eentje. Oké, okay, we gaan lopen nog, denk ik. Lekker man. Het is lekker uit. Zo. Ik ga even lekker in de hoek lopen. Dan heb ik de vierde niet volgens mij. Ja, dan zal ik hier nog op de wind zijn. Even niet. Nee, dat is het. Ik ben in Wageningen. Ik ben nog zaterdag in Wageningen, zaterdagochtend. We gaan een leuke dag van maken, morgen het goed. En sowieso. Ik ga sowieso trouwens voor het advocaat. Ik ga naar het schoolstudie. Ik ga het ding met slapen. Ik
zien draaien. Ik mag hem eens uitzagen. Sowieso iets doen. Ja. Zoeken gaan, een beetje met de groep, met de huisje, huisje en putten. Ja, het is wel een sport. Maar ga lekker naar groep toe, want het is geweest. Ik ga zo lekker chillen, drinken. Ik heb de vakantie. En iets van een dag erin, maar ja, dat ga ik echt in. Ik heb tot maandag op de vakantie. Dat betekent dat ik dan van volgende terugkom met van de testzorg. En dat is natuurlijk dat ik dan wel ook. Ja, ik moet groepen. Maar we hebben een stadje. Dus dat is een positief van mij. Dus dat ben ik. Ik ga even naar groep doen. Ja, ik ga lekker schrijven. Gewoon als het kan. Lief heb ik bedankt voor je reacties op het YouTube-kanaal. Voor je support. En ik heb geen echte tijd. Maar ik heb iedereen nog. Even naar plek. Even naar een boekje. Nee. Geen sigaret gevonden. Dat was ik niet. Dat was ik niet. Ik heb het je verteld heb. Maar, ja. Dat was het. Maar, ga ik in elkaar zetten. Verder met mijn linkerhand. Ik heb nog zo'n stinger. Over het gekke sluiten. Ik word ook helemaal uitslapen. Dat is een leuke weg. Dat is sowieso. Ik heb het wel gevonden. De rest is een zorgskunde. Het is je broer. Het is de vaderwits. Boom. Dus ik loop echt gewoon met de kan. Hebben ze uit de grond. Dat zoet je wel. Nou mensen, ik wil zeggen. Ik hoop dat je genoten hebt van deze leuke, van deze week toch. De dingen gaan bijwerken. Nog even een auto van te koken. En chillen. En dan, ja, zal ik wel zeggen. Ik wil je een hele fijne avond wensen. Sta lekker. En ik zie je morgen bij een nieuwe video. Boom. Lieve mensen, ik heb lekker vanochtend zijn geslapen. Gisteren aan de aanval gehad. Ik ga lekker ontbijten en een beetje opschieten, want het moet om 9:30 bijna verkeerd zijn. Maar we gaan over een kleine 10 minuten vertrekken. Zo meteen zo. Ik wil allemaal een hele fijne vrijdag wensen. Vandaag leuke dingen doen. Ook heel veel geheim. Ik heb heel veel zin in. En ik wens een hele fijne acties op de hele tijd ontbijt. Yo. Het is een zo van je vrijdag. En ik heb vandaag lekker vrij. Ik heb lekker vakantie. Eerste vakantiedag. Super zin in. En morgen een test. Super chill. Wordt heel gaaf. Heel veel zin in. En nu even lekker even rustig gaan. Yo. Middag allemaal. Het is mijn kant 1. 10:30. Half uur komen we het ook zo pas weer dienst draaien, slaapdienst, dus dat is helemaal prima. Vrijdag ging goed. Ja, ik heb een goed slaaplek ontbeten. Ik heb ook met huis lekker koffie gedronken. En nu ga ik beneden even chillen en even kijken wat ik ga doen. Tegen een beetje. Hoogschijden. Ga ik uitslapen. Super tof. Vandaag, dag in mijn vriendin, heel veel zin in. En een positieve tijd. En ja, het was hartstikke leuk. Leuke dag. Super tof. Het ziet er ook netjes uit. Ja. Zo, super tof. Lekker bedje. Het ziet er allemaal netjes uit. Bitte rechtdeken. Zo is het allemaal afgesloten nog. Toppie zit erin. Super tof. Wat een toppie toch? Joe. Leuke gaaf nieuws, mensen. Ik heb goed gesprek gehad met de AVG-arts. En lekker gefietst. Lekker even tot rust komen. En ik kom hartstikke graag weken aan. Dus dat is wel positief. En ja, we gaan ook weer beneden. We gaan een lunchje maken, zo meteen beneden. We gaan een leuke vrijdag maken. En vanmiddag gaan we als deze mensen aan het eten, gaan de kamer schoonmaken. Zoals ik niet van poetsen, even tassen gaan maken vanavond voor het slapen gaan. En dan gaan we morgen lekker naar of kan ze Tessel. Het is je boord, vrouwtje. Boom. Het is nou want ben ik al heen en het is vandaag de. Ja, vind je dit? Nee. Als je mooi dag vanavond weekendbal.
lekker relaxed dagje van maken en straks weer lekker blijven. Lekker verwend komen zijn. En nu lekker even rustig vrijdag. Zie straks weer. Joe. Het is pas weer buiten alles. Super tof. Kastje netjes erbij. Kastje netjes erbij. Schoenen. En altijd een ding. Kijk weer liggen. Ik ook. De buurt, zie goed uit bij de buurt. Super tof. Joe. Morgen wordt deze kamer afsluiten met een saai nemen. Op zich wel zin in de vakantie, vind ik ook spannend. Het is namelijk een hele een midweek in mijn ouders op de camping. Wordt allemaal leuk om een super tof vakantie hier vlogs aan. Het is niet dat je denkt van, hé, geen buitenland vlogs. Nee, dat komt in september, dat ga ik ook doen. Ik ga mijn leraar doen, toetsen, of dat wordt het. Al doorgaat. Ik ga lekker dus ga lekker beneden, ik zie je zo meteen weer. Ja. Kijk jongens, lekker zwak worden. Ik had een jongen, oh, lekker man. Doe ik lekker, joh. Ga weten. Lunch vanmiddag. Straks even dingen doen. Zie je later weer. Joh. Goedemiddag, het is onderhand 10:05. Moest even schakelen. De middag is niet zo gaan als ik wou, maar ik heb in ieder geval stof gezogen. Muziek gedraaid en zo. Ga zo met zijn nemen en dan gaan we zo lekker eten. Pas weer. Buiten kijk. Straks even misschien een buitenvallen in. En gewoon even praten, misschien foto's maken, hoop ik, en chillen. En voor de rest gaan we gewoon rustig aan het maken. Want ik moet vannacht de tas inpakken en morgen dat ik klaarstaan voor de vakantie naar Texel. Het is je boys, de vrouw. Boom! Okay, lekker buiten. Zon schijnt, kijk er mooi. De zon schijnt. Zo, we gaan even zitten. Even een paar dingen vertellen. Doe. Ten eerste is het vrijdag, het weekend voor de meeste mensen. Vakantieperiode. Best wel een goede week gehad als ik zo bekijk. Ja, ik ben best wel bij mijn nieuwe kamer, dat ook sowieso. Echt alleen positiviteit eigenlijk, weet je. En ik moet je toch meedelen, ik heb net weer aanvallen gehad op mijn kamer. Lekker hier ook, Iris. Ja, lekker peukje roken, lekker overdiend vind ik. Of niet, hè? Huh? It's your boy, Stefanovic. It's cool. Dus, ja. Yeah. Hoe even? Alles goed? Ja. Voel van mij. Oké, okay. Moet eens gaan. Het zijn niet echt selfies gemaakt deze week, maar dat kom wel. En ik denk dat het goed is zo. We gaan ook lekker eten. En vanavond gewoon eens gaan. Heel belangrijk. Zo! Jongens, jongen, jongen. Hè? Heb je even? Ja, kom maar aan. Wat dan? Ja, ik heb nog wat leuks voor je. Oh, mensen, tot zo. Hele goede avond. Het is onderhand alweer 6:10, precies 6:10. We horen huh? Altijd onder eten. Hey. Als ik aan vroeger ben, beste maat, dan oh moet je inderdaad stil zijn. Ja. Van Joma. Wat een soort. Van maandag en goede avond allemaal, lieve mensen. Het is alweer 7:45. Ja, dat is vier bij mijn moeder, tas klaargemaakt. Hey! Hallo! Sorry. 14:00. Oh, ja, 14:00. Dus dat. Ja. Dus Dot. Dot, joh. Tot in de god. Hey, lekker ding! Oh. Ik ga een paar leuke dingen zeggen, positieve dingen van deze week. Ik heb een hele goede week gehad. We gaan morgen de kamer afsluiten, daar gaan we huis naar het volgende. Gaan we een stukje lopen. En we gaan nu lekker een bakje koffie pakken. Pak aan. Yes. Hè? Een bakje koffie? Ja,